Wat gaan we doen? Ik heb een hele hoop bedeltjes en paperclips. En ik vind het altijd wel cool als het een vintage look heeft. En vooral als het dan geroest is. Dus vandaag gaan we roesten. Ik hoor de meeste omheen. Wat gaan we doen? Ja, we gaan roesten. Wat we nodig hebben is een glazen pot. Witte azijn. Gewoon keukenzout. En waterstofperoxide. Deze heb ik gehaald bij de kruidvat. Ik wist even niet zo snel waar ik die vandaan moest halen. En daar hadden ze hem toevallig. En ik denk dat dit ook wel genoeg is. Een lepel of een tang of in ieder geval iets. Handschoenen eventueel voor strakjes als het uit de pot gaat. Je moet het niet met je handen aanraken. Want ja, het bijt. Dus dat vinden je handen niet leuk. Dus doe handschoenen aan. Dus raak het alsjeblieft niet aan met blote vingers. Wat je gaat doen. Wat ik ga doen. Het is zo, je hebt 1 deel waterstofperoxide nodig, 2 delen witte azijn en een halve eetlepel zout. Nou, neem ik dit gewoon als maatbeker. Dit heeft natuurlijk een veiligheidstoppie. Die doe ik helemaal in de pot. Zo. Dan neem ik de azijn. Ik voel me net een professor. Dus als je direct een rookpluim hebt en je ziet me niet meer, dan is het niet goed gegaan. Even kijken hoor. Kijk, 1 azijn. En nog 1. Ja, dus 1 deel waterstofperoxide en 2 delen azijn. Gelijk even dicht doen. En dan een halve eetlepel zout. Nou, zoiets. Even roeren. Zo. Wat ik dan heb is ik heb een heleboel beteltjes en zo verzameld. Waarvan ik dacht, nou, eens kijken wat het gaat doen. Ik heb ook verschillende materialen. Dus zilverkleurig, goudkleurig, koperkleurig. Het is wel zo dat aluminium gaat het sowieso niet doen. Nou, zoals je ziet, ik heb hier bronskleurige beteltjes, gespje, een sleuteltje wat ik tegenkwam. Veiligheidsspel, de paperclips, naamplaatjes, van die medaillon. Dingetjes. Dus ik plaatje, ik gooi het er gewoon in en we zien wel. Het moet een aantal uren erin blijven zitten. Zo. En dan kom ik straks bij jullie terug hoe lang ik het in de pot heb laten zitten. Ik heb zelf ook, ik heb dit ook nog nooit gedaan, dus ik heb geen idee hoe lang dit erin moet zitten. Zo. Deksel erop. Even kijken of deze goed wil. Ja. Zo. Nou. ik ben benieuwd. Het zit erin. En dan kom ik later bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Dit is tot nu toe het resultaat. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Het is een smerig, smerig goedje geworden. Ik heb het de hele nacht gewoon in de pot laten zitten. Nou, zover ik begrepen heb, moet het minimaal 3 uur erin zitten of zo. Maar ik dacht, weet je wat, ik laat het gewoon de hele nacht erin zitten. Dus ik ga het nu even leeggooien. Ik doe dat in een vergiet. En zorg ervoor dat je het niet afspoelt. Want het proces gaat eigenlijk, als je het uit de pot haalt, nog verder.
En als je het afspoelt, heb je kans dat je alle geroeste dingetjes die je natuurlijk heel mooi gaat vinden, dat je die afspoelt. Dus niet afspoelen, wel handschoenen aan. Ik heb hier een stukje bakpapier ondergelegd. Want direct leg ik hier keukenpapier op en gooi ik er alles op. En dan is het wel belangrijk dat de ondergrond niet beschadigt. Dus zorg dat je een stukje plastic of een bakpapiertje of je crafsheet neerlegt. Ik ben zo terug. Oké. Kijk, hier heb ik alles ingedaan. Ik gooi het nu over een paar lagen keukenpapier. Dit leg ik eventjes weg. Handschoenen aan. En kijk alvast wat het gedaan heeft. Ik verspreid het even. Sommige dingetjes hebben niet echt iets gedaan. Net als deze zilveren. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Die heeft niet echt veel gedaan. Deze bijvoorbeeld weer wel. Dat was brons, maar dat is echt wel geroest. Mijn sleuteltje. Ik had de hoop. Misschien dat het nog wat gaat doen. Als het wel een beetje. Maar deze is ook echt. Oh, kijk die medaillonnetjes. Die zijn ook echt. Weet je, die waren goudkleurig. Kijk. I like. En deze klemmetjes. Dit was zilver. Dit is ook mooi, een beetje koperachtig geworden. De paperclipjes hebben niet zo heel veel gedaan. Tenminste, deze wel een beetje. Oh, ik zit naast de camera. Dus ik hoop dat het nog een beetje doorgaat. Dus ik laat het. Oh. Ik laat het drogen. Kijk, deze is ook al mooi oud geworden. Dus ik laat het drogen en ik hoop dat het wat meer gaat roesten nog. En dit is normaal het filigree. Nou, dat is ook best wel geroest. Dus ik ben benieuwd wat het nog gaat doen als het droogt in open lucht. Dus ik kom later bij jullie weer terug. Nou, inmiddels heb ik alles laten drogen. En ik moet zeggen, het proces gaat eigenlijk ook nog verder als het uit de pot is. Want daar zaten een aantal bedeltjes tussen waarvan ik dacht, die zijn niet zo verkleurd. En toch wel. Ik moet zeggen, ik ben blij verrast. Ik heb het gevoel alsof ik de zeebodem afgezocht heb naar schatten. Ik word hier wel echt heel erg blij van. Ja, ieder zijn ding natuurlijk. Maar ik zal wat dingen laten zien om te vergelijken. Dit is bijvoorbeeld een bedel of bedel elementje wat ik erin gedaan heb. En zo is het eruit gekomen na het proces. Ja, is toch heel erg cool. En het medaillonnetje, dit is het originele. En dit is hem, ja, geroest, aangetast. Ja, daar word ik wel echt blij van, eigenlijk. Want dit ook, dit naamplaatje, ja, dit is natuurlijk al cool. En dan moet ik hem even zoeken hier in de schatkist. Kijk. Ja, het is toch, ik vind dit wel echt heel cool geworden. Dus ja, al met al vind ik dit echt wel een leuke ontdekking. Hè, deze op een journal of zo, of in je planner. Ja, dat is toch geweldig. Dus ik heb er gewoon van alles wat ingegooid. En ik moet zeggen, alles is wel geroest. Ik heb ook dit sleuteltje dan wat minder, maar dat zal dan waarschijnlijk aan het materiaal liggen. Ook de gewone normale paperclips. Ik zit even te kijken. Zilver. En kijk, die zijn toch ook wel. Even de camera lens zoeken. Ook geroest.
Dit is origineel natuurlijk, even zo. Ja. Dus ik ben hier blij mee. Ik ga hier leuke dingen mee doen. En ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. En er wat mee gaan doen. Kijk, leuk gespje. Ja, voor een steampunk journal of in je planner of maakt niet uit. Andere projecten. Dus ja, ik hoop dat jullie dit leuk en interessant vonden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.